Oh ja, ja. Heb je eten van mijn gebouw? Dadelijk gaan we eten, ja. Maar ik ga dadelijk eten. Kan je nog eten? Moet je naar huis kunnen eten? Nou, we gaan even in de spiegel kijken. Heb je zo'n gezien? Wat moet ik even zien? Kijk maar, zie je ons in de spiegel? Ja? Kijk, zie je ons in de spiegel? Die vrouw die hulp. Het is 16 januari 2020. Dan kun je ons beiden in de spiegel zien. Kun je zien of we op elkaar lijken? Ik? Ja, of ik op jou lijk. Oh ja. Het kan ook zijn dat de verkeerde ooievaar meegebracht is naar jou, hè? Ja. Dan weet je misschien wel een kind te zijn van Belmer of Kroos of zo. Ja. Ja. Ik ben blij dat ik jullie nog heb. Ja, wij zijn blij dat we jou ook nog hebben, maar... Die hebben ze ook direct kapot gemaakt. Goed. Die meid was gisteravond. Ik kan misschien... Hé, hey, maar die meid, die is er niet meer, die is weg. Die alfagalige meid. Ja, dat... maar die zit in een gesticht. Nu? Ja, die zit in een gesticht, die hebben ze opgepakt. Wat? Die hebben ze opgepakt, maar... Ja, nee, is goed. Maar... Ja. Hoe denk jij over het leven? Vind jij het leven mooi? Ik wil mijn kinderen houden. Mama, nee. Wat vind jij van het leven? Hè? Wat vind je van het leven? Vind je het leven mooi? Oma? Het leven. Ben je blij dat je leeft? Ik zal niet weten. Want ik vind ze allemaal... En hoe denk je over de dood, maar? Vind je de dood? De dood, dood dan maak je niks. Nee. Daar denk ik niet aan. Ben je daar bang voor? Nee. Jij? De dood op zich niet, maar wel de manier waarop. Mm-hmm. Kijk, als je dood bent, dan is het licht uit. Maar sommige mensen moeten wel heel lang pijn lijden voordat ze doodgaan, door kanker of zo. Dat is natuurlijk wel vreselijk. Ja, dat is erg. Wie was dat? Een oudere man, maar die hier komt. Komt die? Mag ik hier? Bij jou? Nee, is een hulp hier, maar die langsliep. Echt? Het was een hulp die langsliep. Ja.